aanstaande zaterdag mogen zij straatkunstenaars verwachten, graffiti-kunstenaars, heel wat drank- en eetstandjes van verenigingen, van handelaars die mee participeren. En dat gaat allemaal door, gratis bovendien, op het Stationsplein. En we maken een lus langs de Witte Hoedstraat en de Gieterijstraat om zo de wijk erbij te betrekken. We hebben eigenlijk twee doelstellingen met wat we doen bij Busque Rio. De eerste doelstelling is dat we met kunst en cultuur in het straatbeeld de omgeving proberen wat te verfraaien en wat op te waarderen op een blijvende manier. Een tweetal jaar geleden hebben we de eerste fase gehad met de foto's daar in het wachthuisje en dan de tunnel, de voetgangerstunnel met het graffiti-project. En we zien na twee jaar dat dat er nog altijd zeer mooi uitziet. Dus we gaan nu naar een tweede editie. Waarbij dat we opnieuw andere kunst en cultuur willen aanbrengen in de omgeving om dat te verbeteren. Dat is de eerste doelstelling. De tweede doelstelling heeft meer te maken met het evenement op zaterdag. En daar willen we natuurlijk werken aan, laat mij noemen, de sociale cohesie van de buurt. En daarom zijn we ook blij dat er heel wat verenigingen meewerken aan dit evenement. Buurtcomité's en ook heel wat diensten van ons lokaal bestuur. Dus op dat vlak is het allemaal wat interdisciplinair, met vele mensen samen, zodanig dat die sociale cohesie ook aangewerkt wordt. Nu, wat er juist op het programma staat onderweg, ga ik even door Lien laten uitleggen, om een overzichtje te geven van wat er allemaal te verwachten is. Ja, dus zaterdag vindt Busque Rio plaats. Misschien kort nog even toelichten van waar de naam komt. Busque Rio is een anagram van Ruisbroek, dus als je de letters van Ruisbroek door elkaar schudt, is dat een van de mogelijke uitkomsten. En het refereert ook naar buskers, dat zijn straatmuzikanten die hier ook eigenlijk alles muzikaal wat gaan opfleuren. We hebben een presentatie voorbereid waarop dat jullie ook het grondplan zien. Er zijn eigenlijk drie locaties, dus hier het Stationsplein, de Witte Hoedstraat, die eigenlijk de verbinding maakt met de Gieterijstraat, dus waar eigenlijk de derde locatie van het project. Op de drie locaties is er zowel street art, dus kunst, voorzien, eten en drinken en muziek. Dus het is niet enkel graffiti, maar ook tekeningen, krijt. Zoals hier jullie ook achter ons zien, wol. Worden de bomen verwarmd met kleurrijke wol. Dit is eigenlijk een samenwerking tussen de scholen en het dienstencentrum Paviljoentje. Wel, wij hebben meegewerkt aan dit project om graffiti en wildbreien heeft toch met elkaar gelinkt. We hebben dezelfde bedoeling om eigenlijk een beetje een grijze Stationsplein een beetje op te vrolijken en daar kleur aan te geven. En ons werd gevraagd om aan wildbreien te doen. En met z'n allen hebben wij een kleedje gebreid voor zoveel mogelijk bomen in kleur te zetten. Waarvan hier al een voorbeeld is. Ze hebben dat met heel veel plezier gedaan. Het was eigenlijk een toffe manier om ook samen iets te realiseren. Dus het was zeer leuk om te doen. En we hopen dat de inwoners van Ruisbroek het kunnen appreciëren en ervan genieten. Enerzijds met professionele kunstenaars, maar anderzijds ook met mensen uit de buurt die mee participeren voor dit project. We hebben ook de Kunstacademie, die zal de verbinding tussen het Stationsplein en de Gieterijstraat maken. Zij maken grote tekeningen die op de omheining zullen geplaatst worden. En dat is ook om heel de problematiek rond spoorlopen tegen te gaan. Ook de mensen die vanuit Brussel Ruisbroek binnenrijden, zullen die tekeningen aan de kant van de sporen, als ze in de trein zitten, die tekeningen zien. Hier op het Stationsplein, dat was ik nog even vergeten, komt ook een grote grondtekening van RS. RS is een kunstenaar, een graffiti-kunstenaar uit Lennik. Dus ook een kunstenaar uit de regio. In de Witte Hoedestraat is er ook kunst voorzien. En dat zal vooral een mobiel team zijn die kleinere kunstvormen zal aanbrengen. Soms bijvoorbeeld twee oogjes op een vuilbak die er een lachend mannetje van maken, is een van de voorbeelden dat een mobiel team kan aanbrengen. Het tweede grote deel van het project is de muziek. Hier op het Stationsplein hebben we een hip-hop stage waar verschillende hip-hop-artiesten, zowel hier uit de regio als uit Brussel, muziek zullen brengen. En op de Gieterijstraat is het meer een familiepodium. Met Wally en de Technisch Werklozen, dat is een groepje uit Brussel, afkomstig uit Gent, die eigen muziek brengt. En ook Jani Iliadis, een jonge artiest die met nog een paar andere artiesten samen een groepje heeft gevormd. En die eigen nummers brengt, maar ook covers. En dan hebben we ook nog mobiele artiesten zoals Rudy Tastenu, die het geheel wat aan elkaar zullen
breien om in het thema te blijven.